Hey, hallo allemaal. Hoi, hoi. Eens even kijken of ik jullie kan vinden. Hi, ja, ik zie wat mensen binnenkomen. Hi, welkom, welkom, welkom. Er zit weer wat vertraging op volgens mij, maar ik zie jullie. Hey, Els, je bent er snel bij. Hi, Andrea, Linda, Ans, Wilma. Hi, hallo allemaal. Hey, Marjolein. Hi, Nancy. Hallo, gezellig. We zijn er weer. Het is mooi weer. De zon schijnt hier nog in de kamer. Ik denk dat jullie dat wel kunnen zien. Dus het is een beetje raar licht hier vanavond, geloof ik. Maar, hi Femke, Jona, Wilma, Nelienke. Hi, gezellig. Angelique, Tineke. Welkom, welkom. Ik draai hem meteen eventjes om naar het werkblad. Zo ben ik uit beeld. Hè, dat hoeft ook allemaal niet. Hey Simone. Nou, gefeliciteerd meis. Van harte. Leuk. Hey Johan. Hi Marjan. Welkom, welkom. Nou, hey, ik heb de camera omgedraaid, maar ik zie in mijn beeld dat jullie het nog niet zien wat ik zie volgens mij. Dus dat zonnetje is lekker. Ja, dat klopt helemaal. Hey, ik heb weer wat klaargelegd gelegd voor vanavond. En nou, ga maar een beetje prutsen. Natuurlijk nog even meteen met de deur in huis vallen. Degene die... wat problemen hadden, hebben, misschien, met de set met de nummers. Ach jee, waar heb ik hem nou? er zit een foutje in, deze set. En ik heb wat in de Planner & Journaling groep geplaatst. Hoe je de clip in dat dingetje doet. Oh, dat zal ik zo nog een keer laten zien, Jona. Wacht, ik zal hem er meteen bij pakken. Eerst deze even. Er zat een foto collage ding. In de groep met een heel klein stukje film, dat we met een dremel aan de gang waren. Mocht je het echt vervelend vinden en kun je zelf geen gaatjes met een pons maken, zou je er van één kant een stukje af kunnen snijden. Dus even een kleine oplossing. Misschien kan het wel met een scherp tangetje of een klein ijzerzaagje, maar dat is echt een klein klusje. Prutsen is zo leuk. Gezellig, Anita doet mee. Ik ga een klemmetje zoeken. Ik heb ze hier in een doosje zitten. Moet ik eventjes kijken. Tap met clips. Wacht even hoor. Ik moet ze eventjes onder de rest vandaan toveren. Een hele toren met van die pizzadoosjes. Even kijken. Ik denk dat ik hem hier... Ja, deze bedoel je, Jona? Wacht even hoor. Meteen even opruimen. Ik weet zo uit mijn hoofd niet in welke set ze zitten. Maar deze klemmetjes en deze dingetjes. Het is ook alweer even een poosje geleden, dus ik moet ook weer even kijken. Hoe zat het ook alweer? Ja, zo zat het ook alweer. Ik zal het proberen een beetje in beeld te doen. Het dingetje. Deze heb ik gesneden van dat nepleer. Ik weet even de naam niet meer, maar... sorry. Zal ik het even laten zien? Dan moet ik even goed nadenken. Doe ik hem zo? Nee, ik doe hem... Wacht even. Nou moet ik zelf ook nadenken, jongens. Meisjes. Hij moet zo komen. Want even denken, hoor. Ik heb er toen een heleboel tegelijk gedaan en nu doe ik het volgens mij verkeerd. Wacht even. Hier was ik niet op voorbereid, hè? Dat kan je wel zien. Dan moet ik even nadenken, hoor. Volgens mij ging het toch zo. Het is heel simpel, hoor. En dan zo, en dan erin. Even kijken. Ja, nee, dat is goed. Oké, ik heb hem. Ik zat toch goed. Oké, Jona, en voor de anderen die het nog eventjes willen weten. Je hebt zo'n klemmetje, ja? Je klapt het klemmetje een stukje open, zodat er één pootje hierdoor naar binnen kan. Dan draai je hem naar achteren en dan klem je zoals je hem normaal zou klemmen. En dan frut je dat stukje hier tussen. Even zo. Nou, als het wil. Als mijn klemmetje niet kapot gaat. En dan zie je, ik draai hem even om aan de achterkant. En dan hou je hem eigenlijk een beetje open geklemd, open geknepen. En dan trek je hem er doorheen naar boven toe. Zo. Hoor. Het is een beetje lastig altijd als iemand anders meekijkt. Zo. En dan vouw je die terug en dan zit hij er eigenlijk tussen. Zo.
Dat is alles. En dan kun je hem, even kijken, daar zit er al één op. Ik heb hier een nieuwe planner, dan gaat mijn maand mei hierin. Wacht even hoor, zo. Ik heb ze zelf allemaal op de rug hier zitten. En dan kun je hier opschrijven of iets opstempelen van wat er in je planner zit. Dus ik doe hem dan zo hier op. En dan komt het zo te zitten. Dus ik hoop dat die duidelijk zo is, Jona. Oh, Els ook. Ja, je bent ook niet de enige. Dus dit is het dingetje voor op de planner. Waar, ja, ik heb hier zelf bijvoorbeeld 2022. En dan heb ik 2022-1. 2022-2. Zodat ik weet van, oké, okay, welk jaar en welke volgorde. Als ik iets terug wil zien te vinden. Oh, ik kan hem hier net zo goed meteen op laten zitten. Heb ik dat ook maar weer klaar. Oké, okay, dus dat was het klemmetje even tussendoor. We hebben het klemmetje gehad. We hebben het, oh. Het nummertje gehad. Oh, jullie gaan het proberen. Even kijken. Dit ga ik aan de kant. Wat ga ik doen? Wat ga ik doen? Oh ja. Oh, wacht even. Ik heb hier nog een muis liggen. Die leg ik ook even aan de kant. Zijn we in beeld? Vorige keer heb ik dit gedaan tijdens de Nederlandse live. Of was het een Engelstalige? Ik weet het niet meer. Met Pasen. En ondertussen heb ik nog wel hier. Oh, dit is ook nog leuk. Even laten zien. Kijk, dit. Heeft niks met ons te maken hoor. Maar ik vond het wel leuk om even te laten zien. Deze kaarten. Die zaten aan elkaar vast. Dit. En er zat er nog één aan vast. En ook aan de achterkant bedrukken. Dat is een app. Veld heet die. F-E-L-T. Als ik het goed heb. En moet je wel een abonnement opnemen. €6 per maand. Maar dan kan je dus 3 keer zoiets op laten sturen. En ik heb dat 1 maand gedaan. Toen heb ik het erop gezet. Dus nu staan er, oh nee, 2 maanden, sorry. Dus zijn er nu nog een paar onderweg. Want het wordt wel vanuit Amerika opgestuurd, maar het komt gewoon per post. En dan kan je hele leuke, ja, je kon ook kaarten ermee maken en iets ertussen doen. En het zijn eigenlijk kaarten, maar ik vond ze natuurlijk superleuk om in de planner te gebruiken. Dus ik heb ze gewoon hier met gaatjes erin gemaakt, omdat ik weer haast had van de week. Gewoon hier maar ingedaan en ik denk, vooruit dan maar. Hier heb ik ze ook nog in een hoesje gedaan. Heb ik een klein stukje van de randen afgehaald. Die heb ik aan 1 kant laten bedrukken. Want toen had ik nog niet in de gaten hoe dat moest. Dus ja, het zijn gewoon leuke dingen. Ik heb geen aandelen daar. Maar ik denk leuk voor de mensen die foto's erg leuk vinden. Om eens wat anders eraan toe te kunnen voegen. Nou ga ik verder met mijn... ik had deze week 14 gedoopt. Toch maar. Met het Pasen en het beetje voorjaarsachtig. Week 15 heb ik nu gebruikt. Een voorbeeld wat ik voor de... verpakking had gemaakt. Hier heb ik opgeschreven wat we in die week gedaan hebben. En dan wil ik hier nog wat foto's aan toevoegen. En dan ga ik zo meteen ook nog op deze pagina iets leuks proberen. Ook met een van de nieuwe sets. Dus nou, ik hoop dat ik er allemaal aan toe kom. Dit leg ik nog even aan de kant. Dit was 11 april. Nu is het 11 trouwens. Uit de nieuwe serie. En toen was mijn vader jarig. Dus ik heb ook een foto van mijn vader ergens. Ja. En kijk. Dus die wilde ik hier gaan doen. Dit had ik ook al liggen. Dus soms maak ik het mezelf ook wel een beetje makkelijk. Dit was ook een voorbeeld. Die staat op de verpakking van de nummerset. Dus dit heb ik eigenlijk ook al klaar liggen. En dan ga ik alleen maar deze foto erbij doen. Ik denk dat ik er nog wel een matje achter doe. En dat ik het witte een beetje afknip. Afsnijd. Want vind ik eigenlijk net iets te veel. Ik haal het er eventjes uit. Dat is makkelijker. Want die planner zit al zo vol. Dit is... ik heb nu 4 maanden erin zitten. Kijk, januari tot en met april moet erin. Dan moet ik nog 2 weken, maar dat gaat wel lukken. Maar dan zit hij ook wel weer goed vol. Dus ik leg deze even aan de kant. Dan komt dit bovenop. En hou ik het even heel simpel met die foto erop. Zo kan ik mooi mijn eigen planner ook weer een beetje bijwerken. Hè? Dat is altijd wel weer het voordeel van de dinsdagavond met jullie. Oké. Okay. Nou, mijn vader, ja, even denken. Nou zit dit, vind ik het net iets leuk. Ga ik er nog een matje onder doen? Dat is nou weer het verhaal. Aan de ene kant zit er natuurlijk al 1, 2, 3 lagen. Maar het is toch wel leuker om er net eventjes iets onder te doen.
Kijk, nog een stukje papier kan vinden. Oh, sorry, jullie commentaren. Hi Inge, welkom. Wilma gaat weer terugkijken. Even zien. Neutrale. Oh, ik kan het nog allemaal bijhouden. Kijken of ik wat gemist heb. Het blijft een beetje hangen, denk ik. Hi Patricia, good to see you. Oké, een stukje papier. Ga ik dat er nog achter doen? Ja, misschien toch wel. Oké. Ik moet ook weer even snel snel, hè? Nee, ik moet niet snel snel, maar ik wil ook niet altijd uren ergens mee bezig zijn. Deze fotootjes heb ik weer geprint met de Canon Square. Die vind ik, je hebt wel minder, ja, het formaat is natuurlijk kleiner. En niet zoveel opties qua indeling en zo als bij de grotere Canon, zeg maar. Jona, even kijken wat Jona zegt hoor. Ik ben nog bij week 11. Oh, Jona. Nou ja, dan moet je. Je kan niet iets meenemen en dan daar misschien nog wat erin doen? Tijdens de cruise? En een pondstang en een paar, gewoon een paar lege pagina's erin. Dan kan je alles zo erin plakken. Foldertjes, leuke dingetjes misschien. Maar geweldig. Waar gaan jullie ook alweer heen met die cruise? Volgens mij heb je het wel een keer verteld, maar ik weet het niet meer, eerlijk gezegd. Even een dabbertje pakken. Ik ga eens een keer voor een ander kleurtje. Even iets. Oh, jullie. Week 8, week 9. Hey Claire. Ja, de cruise. Even kijken. Oh, dat is ook leuk, Jona. Gewoon genoeg foto's maken en dan. Weet ik zeker dat je er thuis iets leuks van gaat maken. Oh ja, Noorwegen, de fjorden. Mooi hoor. Oké, hier ook een beetje. Dus hier zit eigenlijk van alles. Dit is een tag uit een van de vorige series nog. Weet ik ook uit mijn hoofd zo het nummer niet van. En daar staat ook een kleinere tag bij met die gaatjes hier. Ik weet niet of jullie die goed kunnen zien. En nu zit de foto net een beetje scheef. Wacht even hoor, kijken of ik hem nog wat rechter krijg. Ja, zo kan het. Nou, dan is hij eigenlijk prima, vind ik. Maar dan heb ik natuurlijk nog een hele lege achterkant. Nou, in diezelfde week zijn ook mijn schoonouders verhuisd. die zitten nu in de aanleun. Dus ik dacht, daar moeten we ook even mee doen. Ook deze framepjes. Kijk, dat is weer die selfie square, kwam ik achter. Hoe mooi dat erin past. Zie je dat? En bij deze hoef je eigenlijk niks in te stellen. En die maat is altijd hetzelfde. Ja, volgens mij kun je de. Nee, de berichten blijven een beetje hangen. Ik zie het ook, ja. Volgens mij loopt het heel erg achter. Even kijken. Een moment, Spitsbergen. Oh, ook leuke dingen allemaal. Hele leuke dingen. En hoe lang gaan jullie, Jona? Even kijken. Dus nou, hier ook, ik wil daar niet al te veel tijd voor aan besteden. Begin dan wel met een beetje inkt langs de kantjes. Nou, daar hoef ik niet zoveel bij te praten. Dat ziet er alweer een stukje beter uit. Ik denk dat ik dit maar gewoon in een aantal laagjes erop ga doen. Misschien een kaartje. Even kijken hoor. Ik heb wel wat hier. Dat is misschien wel leuk. Kijk, dit is maakt het wel makkelijk, hè? Dat is altijd wel leuk. En daarom vind ik die kaartjes ook zo fijn om mee te werken. Die in het boek of soms op het papier zitten. Oh, dit kleurt ook nog heel toevallig goed bij elkaar. Dan wil ik dat niet allemaal precies zo in het midden hebben. Want dan vind ik het een beetje ja, te truttig worden. Dit is eigenlijk net te groot, het kaartje, zie. Bij die gaatjes. Maar als ik daar een reinforcer straks overheen doe, denk ik dat dat heel goed kan. Ja, moet je toch kijken. Dan heeft dat eigenlijk helemaal niet zoveel nodig. Hierbovenin is het kaal. Dit zou ik hier wel leuk vinden. En of ik het recht ga doen of krom. Krom. Recht of scheef.
Ja, de commentaren blijven echt wel hangen, zie ik nu. Waar is mijn muis? Even kijken of ik jullie... Ja, de Canon Square, Patricia. Waarschijnlijk heb ik dat al lang gezegd, maar de commentaren lopen een beetje traag door. Even kijken wat ik daar nog meer bij kan. Hier. Eigenlijk heeft het niet veel nodig. Ik heb hier ook nog wat, kijk, uitgestanste Sidekick pagina's liggen. Nee, dat vind ik eigenlijk zonde, want dit vind ik zulke mooie elementen. Dus die bewaar ik even voor iets anders. Oh, kijk, hier heb ik nog, Els, dit had ik naar jou mee willen sturen. Dat ben ik dus vergeten. Kijk, hier heb je nog zo'n kaartending. Grappig, hè? Je kan natuurlijk ook allemaal dezelfde foto's erop laten maken. Of een visitekaartje. Of, Die lag daar, maar ik ging hiervoor wat zoeken. Ik ga gewoon een tapje. Even kijken, waar zijn mijn tapjes. Gewoon wat kleine dingetjes erbij. Oh, wat ook wel leuk is. Wacht even. Ik heb hier alle nieuwe elementen die uitgeknipt zijn in een bakje. Zodat ik die de komende tijd makkelijk kan gebruiken. Dit is ook wel leuk om erbij te doen. En een tapje. Gewoon wat kleine dingetjes waarvan ik denk van nou, niet te moeilijk nadenken. Als het maar een beetje kleurt. Oh, is dat 11 april, Angelique? Dan lopen de commentaren heel erg achter, denk ik. Is David er ook, zie ik nu? Nog een... Oh, Angelique, ook jouw moeders verjaardag. Jeetje. Dat is dan een dubbele datum, inderdaad. Een beetje een dubbel... snap ik. Dit, ja, er zou nog iets boven kunnen. Wat komt er op de andere pagina? Oh ja, dit komt op, zit hiernaast zometeen. Dus dat kan allemaal qua kleur, kan dat allemaal wel. Toch? Ja. Ik ga gewoon dit kaartje ook gebruiken daaronder. Het past heel mooi erbij. Even een beetje. Die rand is al vrij donker, dus, maar ik wil alleen die witte randen van het knippen even een beetje weghalen. Even kijken, die even aan de kant. Zo. Ik ga hem zo ver mogelijk in de hoek plakken hier. Zodat ik zoveel mogelijk ruimte heb voor de reinforcers hier. En straks voor de ringen natuurlijk waar ze doorheen moeten. En, maar ik vind het wel leuk om een randje bruin te laten zien hier. Dus dat ga ik niet helemaal tot aan de rand plakken. Zou natuurlijk beter zijn, want dan heb ik de gaatjes helemaal vrij. Maar dan vind ik het toch minder mooi. Dus ik ga hem zo doen. En aan de bovenkant moet ik niet al te veel lijm doen. Want dan wil ik zo meteen dit dingetje nog opplakken. Even kijken, aan die kant zit hij. Hier kan wel een beetje lijm. Zo, dan kan die daar vast op. Nou. En zo zie je dat je eigenlijk met vrij weinig dingen toch al wel een leuk layoutje kan maken. Oh, Jacqueline, ook al alles geknipt. Oh, het gaatjespul kan ook nog, ja. Is te veel. Nou, dit is echt heel toevallig, want had ik niet eens gezien dat... Want dit is blauwig, hier zit meer groen in. Maar als ik het zo bij elkaar zie, kan dat heel goed eigenlijk. Ik ga die witte rand er ook niet afknippen, want dat is makkelijk om te lijmen, zo aan de achterkant. Dus ik ga even wat tape maar pakken hier, denk ik. Dat vind ik dan het makkelijkste. Ik vind toch met lijm en foto's... Ja, dan komt het er net tussenuit, weet je wel. Of dan, tenminste als ik iets aan de voorkant wil doen. Dus, dan maar even met een stukje tape. Dat gaat ook helemaal goed natuurlijk. Moet hem niet helemaal, plak hem een beetje over het randje heen. Maar het komt straks toch op het papier vast te zitten, dus dat is niet zo'n probleem. Even kijken hoor. Gaat dit zo goed komen? Ja. Oh. Even het tape op de kant verwijderen. Zo. Nou. Ik zie sommigen van jullie dat al en Els ook altijd met het pincetje doen. Maar ik vind dit eigenlijk net zo handig. En nu zie ik eigenlijk niet wat ik aan het doen ben. Dus ik hoop dat dit recht gaat. Zo te zien wel.
Nou zit hij vast aan mijn kraftmat vastgeplakt. Oh nee, gaat goed. Nou, kijk eens. Die mens is ook in de planner, hè? Ja, dit zou ook wel kunnen, maar dan gaat hij hier overheen. Vind ik eigenlijk ook weer zonde. En aan de andere kant is het ook wel net een leuk detail hier onderuit. Zonder dat je dat hele stuk gaat gebruiken. Oh, even kijken hoor. Die dan toch maar hier. Nou kijk, nu kan je het natuurlijk weer denken, het makkelijk. Dan ga ik hem toch een beetje in het midden plakken om dat hele gedeelte op te vullen. Plak hem een beetje aan de kant, omdat het dan minder truttig is. Of ik ga hem hier naar onderen plakken. Vind ik dit gedeelte mooier, zo bij elkaar. Maar dan zit ik hier weer met een leeg stuk. Dus, oh ja. Dan moet je nageltjes hebben, Dave. Niet bijten. Ja, ik vind dit dan toch een mooier geheel worden hier onderaan. Dus ik ga het daar plakken. Oh, deze zit ook wel vast. Dat is mooi. Moet nog wel een beetje tape bij. En dan weet ik nog niet wat ik daarboven ga doen. Maar daar hebben we vast nog wel een leuk kaartje voor of iets. Nou, die kan ik ook meteen vastplakken. Hupsakee. Hier nog een stukje. Oh. Moet het wel goed vastplakken, Esther. Even zien, nou ja, dan gaan we toch over dit labeltje hierheen plakken. Die hier, dat zit nog niet vast, maar dat geeft niet. Oh, ik vergeet alweer wat. Bummer, bummer, bummer. Kan ik hier nog bij? Want ik had net deze gepakt. Even bedenken hoe ik dat ga doen. Ik ga het nog kijken of ik het nog een beetje los kan halen. Ja. Dan ga ik deze verplaatsen naar hier, naar boven. En deze dingetjes. Nou, pak ze gewoon even twee of zo die leuk zijn qua kleur. En deze kun je natuurlijk knippen uit het dikke papier en uit het dunne papier. En dat heb ik van de week ook al laten zien. Het dunne papier heb ik ze ook op een soort cardstock nog geplakt. Zodat ze wat steviger zijn. Maar dat hoeft natuurlijk niet, hè? Nou, pak er eens twee. Wat zal ik zeggen? Deze vind ik mooier. Ik ga hem dubbel vouwen. En nou hoop ik dat mijn niet-machine hierboven ligt. Bedenk ik nu. Oh, nee. Ik denk dat hij beneden is blijven slingeren. Even kijken hoor. Maar ik heb hier nog een ander niet-machientje. Ik weet niet of die het doet. Nou, ga ik even proberen. Ik vind het leuk om die dingetjes dubbel te vouwen. En dan gewoon als ja, decoratief elementje hier tussen te frutten. Even kijken of dat gaat nog. Met die tiny attacher is dat altijd wel. Misschien vind ik het daar bovenaan niet leuk. Onderaan proberen. Ja, kan nog los. En dan hoop ik dat ik met die niet-machine daartussen kom. Met die. Nou, dat gaat niet lukken, denk ik. Wacht even. Hij ligt hier echt niet, jongens. Ik ga dit nog weer. Oh, zie, het kan nog los. Laat ik het even zo proberen. Waarschijnlijk zien jullie nu mijn hoofd in beeld, maar ik kan even niet, anders kan ik het niet zien. En dan hoop ik dat deze niet-machine het doet. Oh, een roze nietje. Nou, geweldig. Oké. Hij heeft hem niet helemaal goed geniet, dus ik moet hem aan de onderkant eventjes iets aanduwen. Komt dat hij er ook zo onhandig voor zit, moet ik zelf even. Geen idee hoe daar nu een roze nietje in komt, maar het staat nog wel grappig ook. Roze nietjes. Oké. Hey, de commentaren. Ik ga nog eens even kijken hoor. Claire is ook lekker aan het knippen. Die commentaren, dat is. Ben je pincet kwijt, Dave? Even te steken. Kunstnagels. Nou, die zijn te dik hoor. Daar kom je niet mee achter een stukje tape, denk ik. Ja, maar dit is toch leuk? H7, het slaat nergens op, maar het is gewoon leuk. Die ga ik hier nog bij plakken. Een klein stukje eraf knippen. Waar is mijn kleine schaartje?
Okay. Normaal hou ik eigenlijk niet van scheef, maar in dit geval is het misschien toch wel leuk om maar hier eens een keer iets scheef te plakken. Ja. Maar dan moet ik er misschien gewoon zo over. Gaat, dan kunnen we weer tuttenbellen. Oké, ik ga die vastplakken, want dan ga ik niks meer onder doen. Dan moet daarboven nog iets komen. Oh, wacht. Nee, laat hem toch maar even loszitten nog. Bedenk ik nu. Even kijken in mijn doosje met nieuwe dingetjes. Waar staat mijn doosje nu? Oh, hier. Kijk of ik daar nog wat uit. Ja, één keer een woordje vind ik wel genoeg. Wat hebben we nog meer voor leuks? Een nummertje. Dit was de 15e, maar dat is eigenlijk ook niet zo. Oh, wacht even. Wat zei ik nou? Week 16? Week 15. Kijk. Laat je er gewoon bij het zoeken. Week 15. Nou, moet ik ze er allemaal even uithalen? Ja, roze nietjes, ja. Hoe kom je eraan, hè? Zei ik week 15. Nou, zie je maar even te vinden. 51, dat is precies verkeerd dan. Ik zie nou deze nummertjes. We hebben de hele middag, de kleinkinderen waren hier. We hadden eerst alleen Sarah. En toen kwam Tess. En toen kwam Vince ook nog eventjes. En we hebben de hele middag zitten bingo'en. Zonder originele bingo-steentjes en een bingo-molen. Gewoon met wel bingo-nummertjes hadden we, van die houtjes. En zelfgemaakte bingo-kaartjes. Nou, ze hebben hartstikke schik gehad. Dus dat was wel leuk. Mijn vader en moeder hebben ook nog even meegebingo'd. Dus. En ik ben nog steeds op zoek naar nummer 15. Ik klets te veel. Misschien heb ik hem al lang gehad en zie ik hem niet. 14. Nou jongens, heb ik nummer 15 niet? Oh, kijk. Die is leuk erbij, denk ik. Ja, je zal hem maar net nodig hebben, hè, roze nietjes. Nee, het is geen Tim nietje. Dit is een ander nietmachientje. Kijk. Een klein dingetje. Maar dat is niet dezelfde maat als die van Tim, want die zijn kleiner. Oké, okay, week 15. Ook een beetje inkt erlangs. Die kan misschien toch nog hier erbij. Ja, hoe leuk. En dan ga ik hier iets op stempelen en daar kan nog iets. Ja, ik twijfel nog steeds over dat scheef of recht daar onderaan. Heidi Swap. Ja. Zou zomaar kunnen, meis. Misschien heb ik het doosje hier wel even. Even kijken. Ooit eens een keer ergens besteld. Past er nergens in. Maar blijkbaar toch in dat ding. Nee, het doosje is er niet meer. Geen idee. Maar dat zou zomaar kunnen. Oké. Week 15. Het was ook de 15e. Er stond net achterop, hè? Oh, dat heb ik hier staan. Ja, 15 april. Dus daar kan ik ook nog mijn datumstempeltje. Even zien. Ga ik dat er ook nog bij zetten? Oh, hij staat er op 15 april. Nou, dat is helemaal mooi. Ik kijk altijd even voor de zekerheid of het goed is. Ja. En hopen dat dit recht gaat. Maar als het niet recht gaat, is het ook niet erg. Valt ook nog mee. Week 15 op 15 april. Nou, H7 slaat niet echt ergens op, eerlijk gezegd. Had ik beter misschien iets anders kunnen doen, gewoon zoiets. Maar ik ga hem er nu niet meer afhalen. En ik hou het toch gewoon bij recht. Een stukje washi tape erbij. Dat is misschien ook nog wel leuk. Wacht even. Heb ik dat bij de hand? Ja, dat kleurt niet. Want dat is er niet meer. Oh, deze heb ik nog. Dit kan wel. Een heel klein stukje erachter. Doen we die gewoon zo voor de fun? Nee, doen we niet voor de fun, denk ik. Even kijken hoor. Nou, het voegt niet echt heel veel toe, maar ik laat het wel zitten. Het is net een klein dingetje, hè? Els. Even kijken. Schuin plakken. Els, Els, Els. Gaat weg, denk ik. Sussen, zie ik. Recht plakken. Oh, wat is dat? Mexican train? Mexican train. Geen idee. Is dat geluid zachtjes? Moet ik weer harder praten? Microfoontje staat omhoog hoor. David.
Schuin plakken? Nee, hij gaat recht, jongens. Ik kan er niks aan doen. Oké. Okay. Die zit daar. Daar een klein stempeltje voor zoeken. Want ik moet als een speer naar de volgende pagina. Zal ik dat later doen? Nee, ik wil toch even afmaken. Doe ik hier ook nog gewoon voor de sier iets. Nee, ik vind net weer te veel. Washi tape. Hier. Kijken of ik dat er nog een beetje onder kan frutsen. Hier bovenaan. Dan is het maar een klein stukje eronder. Ik wil natuurlijk net niet. Wacht even. Even weer een stukje los peuteren. Ja, gaat net. Ja, net. Net erachter zit. Zo een stukje. Klaar. Hier zou je ook nog wat kunnen stempelen. Maar vooral hier. Even kijken of ik snel iets kleins kan vinden. Het is maar een heel klein stukje natuurlijk, hè? Nou, als je dat kan best. Stories. Even zien. Stempeltje. Inkt. Stempelblokje. Stories kan best ook. Ja, vind ik wel. Misschien met stories. Dat is deze. Dan hoop ik wel dat hij goed gaat natuurlijk. Dat is altijd het nadeel. Wat betreft kun je beter eerst erop stempelen en dan vast in je album plakken. Misschien moet ik iets duidelijker praten ook hoor. Dat kan ook. Ja, het is wel heel raar ja. Moet ik harder praten? Dat is het. Maar jullie krijgen reclame. Ach jee. Ja, kan ik niks aan doen, meiden. Heren. Oké, nou, deze vind ik eigenlijk wel oké zo. Die netjes opruimen. Want dan heb ik nog een plan voor de volgende pagina. Ik ga deze even meteen in mijn planner doen. Kom ik nou goed uit, zeg ik dat? Oh ja, deze achterkant moet ik nog gaan doen. Wacht even hoor. Dit moet allemaal... Kijk, hier ben ik 1 week vergeten. Week 13. Ik denk dat hij over 3 maanden nog zo zit, maar goed. Dit moet hierin en dan deze. Deze komt zo meteen hier nog tussen, maar die ga ik aan de andere kant bewerken. Of iets mee doen, zie je? Dus dan komt het er zo in te zitten straks. Die er weer uit. En die er weer in. Oké, even aan de kant. Wat ik bedacht had voor deze kant, geen idee of het wat gaat worden, maar ik ga het proberen. Even zien. Ik wil iets doen met de pockets, die tabpagina uit de Sidekick en dan hierop plakken. Dus mijn idee is gaatjes eraf en dan 2 boven elkaar te plakken, zodat je 6 vakjes hebt. Even kijken, volgende keer. Even uitzetten. Dat is toch wel raar. David, ik heb al aan dat schroefje ook gedraaid hoor. Dat schroevendraaier dingetje. Maar misschien kan die nog hoger, hè? Ik zal er nog eens een keer naar kijken. Maar dat is toch wel apart dat jullie mij zo slecht horen. Maar... Oké. Okay. Ik ga wat harder praten, ja? Oké, okay, de gaatjes ga ik eraf halen. En ik denk dat het zo slim is om zo dicht mogelijk langs die gaatjes heen te snijden. Even kijken, want ik wil zo... Zal dit goed gaan? Kijk, want dit is natuurlijk een heel kwetsbaar stukje hier. Want daar houdt, daar zit die opening van die pocket. Deze kant heb je iets meer speling. Maar hier zit je wat dichter, omdat je bij die gaatjes in de buurt komt. Maar ik ga ze er lekker van alle 2 afsnijden en dan kijken we hoe dat gaat zometeen. Zoiets. Heel klein beetje. Deze strookjes, nou, normaal zou ik ze bewaren. Maar omdat deze zo dicht bij de gaatjes af zijn gesneden, vind ik ze niet zo leuk om weer ergens bij te gebruiken. Dus ik denk dat die wel de vuilnisbak gaan halen. Even zien, hoe gaan we dit doen? Dan kan... Oh, op zijn kop. Dat is ook niet zo handig. Deze en ik wil die.
Ik ga dit eraf knippen. Even kijken hoor. Ja. Deze, ik knip hier. Kijk, hier heb je die drie pockets. Ga ik de bovenkant eraf knippen. Doe ik dat goed? Ja, volgens mij komt dat dan wel goed. Wacht even. Zo. En die kant ook. Nou, ik kan beter van deze kant knippen. Als ik het nu mis verkeerd doe, dan heb ik een probleem. Nee, dit gaat wel goed komen. Dan ga ik die hieronder plakken. En dan knip ik straks van de bovenkant hier ook een stukje af. Zodat het een beetje de lengte van een pagina is, zeg maar. Omvouwen de randjes. Oh, Simone hoort me ook goed. Wacht even, wacht even. Volume staat op 100. Oh, bij Inge, dan is het ook raar. Inge doet het wel goed. Heel apart, heel apart, heel apart. Nou goed, even kijken. Dit ga ik hieronder plakken. Ga ik dat met lijm doen? Ga ik dat met... En ga ik ze distressen? Ik ga ze niet distressen. Het is allemaal een hoop gedoe. En kost ook weer extra tijd. Ik ga hier tape op plakken. Je moet dit natuurlijk niet dicht gaan plakken zometeen, hè, want er kan er niks meer in. Dus alleen de zijkant eventjes doen. Waar is het begin van het tapeje? En ga ik dat al helemaal doen? Nee, eerst maar even een klein stukje. Om te kijken hoe dat uitpakt. Kijk, zo verdeel je het wel aardig. En heb je straks zes vakjes. Ja, ik merk wel dat ik zachtjes ga praten, maar dan denk ik altijd... Dan zit ik zo te schreeuwen. Oh, jullie zijn ook daar. Nou, zou het dan toch soms aan de ontvangst van de mensen kunnen liggen? Maar aan de andere kant, als je andere dingen wel goed hoort, waarom mij dan niet, hè? Even kijken, een beetje de afstand inschatten, dat dat overal een beetje gelijk is. Daar zit meer ruimte tussen. Dus ik schat in ongeveer dit. Plak hem erop. Nou, dat zit in ieder geval al vast. Dan ga ik eens even kijken hoe hoog ik hem kan maken. Dan moet hier wel een stukje af. Heb ik ergens een pennetje liggen? Ja. Ga ik hem aan de zijkant plakken? Nou, dat maakt niet zoveel uit als ik maar de hoogte boven en onder ongeveer evenveel ruimte heb. Dus ik denk dat ik hem hier af ga snijden. Met ook het kleine hakketje. Ja, dat is wat makkelijker. Even zien. Dat kan eraf. Dit is eigenlijk wel heel simpel, hè? Zie je dat? Twee van die dingen op elkaar, boven elkaar plakken. Nou weet ik alleen niet of dit hier leuk is. Dat komt niet zo mooi uit eigenlijk. En anders plak ik hem er gewoon onder. Even kijken hoor, wat ga ik doen met dat... Of ik knip hem af. Ik knip hem af. Ik vind het niet mooi. Daar, schaartje. Die kan ik altijd wel weer ergens anders gebruiken. Hier een beetje inkt langs. Ja. Oké, opgelost. Ga ik die ook eventjes doen? Welke had ik nu? Ground Espresso, ja. Dat is wel een mooie keer een andere, iets donkerder. Ja, ik zit nog even over jullie geluidsprobleem. Oké, die gaat hierop. Deze ga ik ook even inkten. Doe ik alleen de buitenste rand. Het is best wel een beetje kwetsbaar als je het zo voelt. Maar ik denk als ik hem straks opplak en je gebruikt hem alleen als pocket, dat dat prima kan, zo eerlijk gezegd. Want ik ga hier aan de achterkant zo ook een hele lange rand, ga ik daar ook nog dat dunne tape op plakken. En dan verstevigt hij ook wel tegelijkertijd hier die zwakkere stukjes. Door middel van dat dubbelzijdig tape, zeg maar. Afknippen naar de andere kant. Oh, ja. Oh ja, meer pockets maken. Ja, leuk toch? Dacht ik. Ik kan nooit genoeg pockets hebben tenslotte.
Ja, ik ga hem er gewoon op plakken. Dus ook weer dubbelzijdig tape. Dat is de 3 millimeter. En die kan je gewoon dan helemaal langs de randjes plakken. Dan weet ik alleen niet of ik er nog iets onder wil schuiven. Dan is dit weer niet zo'n goede actie eigenlijk. Even kijken, want hij komt. Dit is de goede kant. Hij moet zo, dat ik hem niet op zijn kop plak. Dat zou ook nog wel weer een giller zijn. Misschien hier nog iets langs de kant, hè, want het is vrij kaal zo, dat je er nog iets onder kunt schuiven. Dus wat ik ga doen, ik trek een heel klein stukje van dat tape los. Maar ik haal het er nog niet achter weg, zeg maar. Als ik hem dan de andere drie kanten wel ga bevestigen, dan kan ik dit straks nog eronder uittrekken als ik het niet gebruik. En dan zit het ook vast. Maar ik ga hem er wel gewoon op plakken. Behalve dan die ene opening. De ene zijkant niet. Dit is niet zo heel ingewikkeld, hè? En het gaat vrij makkelijk, moet ik zeggen, die twee aan elkaar. Dit zou je natuurlijk ook op de. Even denken. Ja, of het met de grote tabpagina uit de full-size planner, of je dat ook boven elkaar zou kunnen doen. Dat heb ik nog niet geprobeerd. Maar ik weet ook niet hoe smal je hem dan kunt maken, of dat gaat. Maar waarschijnlijk wel, als ik zo even nadenk. Nou kijk, hoe leuk. Dan heb ik hier, even kijken, kaartjes, fotootjes. Dit zijn de kaartjes die erbij horen. Die ga ik wel even inkten. Die zitten in dezelfde set. Zeg ik toch? Ja, die zitten in dezelfde set. Kijk, die kunnen hier dan in. Maar ik heb er nog niet genoeg gesneden volgens mij. Dus dat moet ik nog eventjes doen. En daar wil ik dan weer fotootjes op gaan plakken. Of wat dingetjes opschrijven. Wat dan in week, wat zei ik? Week 16. Kijk, en hier is dus de overgang van die bovenste drie naar de onderste drie. En daar kan je gewoon prima iets inschuiven. Wat heb ik hier nog liggen? Oh, dit was eigenlijk ook nog een pagina. Oh, deze had ik ook nog voor mijn schoonouders. Ha! Maar dat was niet nodig, want daar hebben we het andere framepje voor gebruikt. Nou, hier heb ik kleine fotootjes. Dit heb ik ook met die selfie square gedaan. Maar hier, dat is het enige wat je dus. Nee, dat is niet waar. Je kan op die square kun je ook wel een verdeling maken. Dus dit zijn vier kleine fotootjes. Ik dacht, die zijn misschien wel leuk om op die kleine kaartjes te doen. Ik heb hier nog een foto, maar die is te groot. Had ik hem helemaal met dat kaartje. Zal ik dat doen? Nee, is hij net weer te klein voor. Ik kan hem natuurlijk wel op het kaartje plakken en de hoekjes iets afronden. Dan hebben we gewoon een vol kaartje met haar foto. Ik had ook een heel leuk stempeltje. Even kijken, waar is dat gebleven? Kijk, dat is van Ludiek. Maar die zag ik pas bij Kobi. Dus ik heb een keer van Kobi gestempeld. Kijk, ze was hier op het strand vorige week op Texel. Ja. En jij springt vrolijk de wereld in het rond. Nou, dat vind ik toch wel leuk om dat hierbij te doen. Op de een of andere manier. Maar ik vind de foto is eigenlijk net te groot voor het kaartje. Het zou kennen kunnen, maar. Ik weet niet of ik dat leuk vind, zo'n hele foto erin. Dus die leg ik nog even aan de kant. Maar goed, het ging mij eigenlijk om dat we gingen proberen om hier vijf pockets te maken. Zes. Even kijken. Flippy, flappy, floppy. Deze twee ratten. Deze voor pockets. Op zijn kop plakken, ja, inderdaad. Dat zou bij mij ook zo kunnen gebeuren, hè? Ik ga nog even wat van die kaartjes maken. Ik heb zomaar dit kleine ding hier staan. En nog wat stukjes papier. Dit zijn altijd wel leuke standjes dan ook weer. Ik zie allemaal van die stukjes die over zijn. Had ik even bij elkaar neergelegd. Ik denk, daar kan ik vast nog wel een kaartje uit frutten. Nou, deze is net. Nou, dat wordt heel krap. Die leg ik maar even weg. Dit kan wel. Oh, boekje. Even kijken. Soms is er ook nog net een leuk stukje. Zodat je nog wat kunt journalen of net je foto ernaast. Hier staat op boekjaar. Nou, ik knip dat toch even.
boekjaar 1950, maar goed. Ze is ietsjes later in de geschiedenis. Dus die kan ik gebruiken. Wat staat hier? Datum, omschrijving. Nou, dat is ook nog wel een leuk stukje. Hij moet hier wel door kunnen, hè? Dus ik moet hem iets... Zal ik er nog twee? Dit is eigenlijk ook wel jammer, maar ik knip het even rechtaf. Ik vind dit eigenlijk eerlijk gezegd helemaal niet zo'n handig machientje, hoor. Maar dat zal wel weer aan mij liggen. Ik zet het even vast. Ik vind ook dat hij, ik weet niet of er meer hier zijn die hem hebben hoor, maar ik vind dat hij voor mijn gevoel draait hij altijd de verkeerde kant op. Als ik dit nu doe, zou ik die kant op willen draaien, maar je moet dus achteruit draaien. Oh, hij is nog vies ook. Oké, plakken we wat overheen. Dat was één. Zal ik er nog één doen? Ja. Doei Dave, tot gauw! Zo. Maar zo voor die kleine dingetjes is het soms wel een handig machine. Nou, ik doe er even twee. Dan heb ik vier van die. Ach, hier ligt er ook nog één. Oh nee, die had ik net al. Goedemorgen. Zo, dat kan weer. Die gaan we even gebruiken. En dan hier. Maar ik vind dit eerlijk gezegd wel heel, heel leuk geworden. Nou, verkeerde kaartje. Zal ik die foto, ja, als ik hem ga stansen. Even nog een keer recorden. Ik wil geen witte randjes zien namelijk. En dan schuif ik zo zo'n foto erin. Nee, ik vind het niet leuk. Nee, ga ik niet doen. Dan maak ik wel andere kaartjes waar die op kan, zeg maar. Gewoon in het vierkant. Ga ik later doen. Ik ga eerst deze eventjes snijden. Ik heb geen idee hoe groot die fotootjes zijn op het kaartje. Oh, Ingrid, er is dus nog een andere. Vaas, dat draait de goede kant op. Oh. Ja, dat is apart, toch? Vaas, dat draait normaal. Ik denk, dit is voor linkshandig of zo. Nee, dat werkt ook niet. Linkshandig. Want dan draai je maar, heb je maar aan de andere kant. Nee. Nee, dat is waar. Dat is onzin wat ik nu zeg. Ja, goed, ik ga ook niet een andere kopen, want zo vaak gebruik ik hem niet. Maar voor dit soort dingetjes is het wel handig hier, om dat tijdens de live even zo te kunnen doen, zeg maar. Nou, hopen dat ik dit een beetje recht doe. Ja. Hak alles gewoon door de midden. Het zijn wel Piet Peuter fotootjes hoor, maar het gaat om het idee, hè. Even kijken. Oké. Ja, en nu is het gewoon eigenlijk een kwestie van die fotootjes op die kaartjes plakken. En er proberen iets leuks van te maken. Daar kan misschien nog wel leuk een ticket achter. Zal ik de tickets eens pakken? Hier. Er zitten ook nog wat originele tickets hier tussen. Maar... Nou, dat wordt weer te groot, hè? 2022, oh, dat kan ik ook al wegdoen. Oh, misschien moet ik nog iets met terugwerkende krachten maken. Dan kan 2022 er nog wel in. Kijk, maar dit is toch een original. Nou, niet zo. Zit hier wel een beetje inkt. Die witte snijrandjes weg. Het mooiste was geweest eigenlijk om hier ronde hoekjes ook af te ronden. Omdat het kaartje ook afgeronde hoekjes heeft. Maar omdat het zulke kleine fotootjes zijn. En ja, vind ik dat eigenlijk... dit is eigenlijk zonde om dat hier overheen te doen. Dan neem ik even een andere waar niks staat daar. Issue.
Nou, wij zijn wel een issue samen misschien, maar even kijken. Ik vind dat het verder dan helemaal niet zoveel nodig heeft, hè? Hier heb ik een kaartje, want ik zal het even hier neerleggen. Kun je het misschien iets beter zien? Ik zou er nog zo'n, hier wat van bij kunnen doen. Ja, ik vind nummertjes altijd wel erg leuk. Ook al slaan ze nergens op. Nog een stukje erachteruit laten steken. Nou, eigenlijk vind ik dit wel prima. Kan ik hier de datum misschien nog net stempelen? Die weet ik niet zo hier uit mijn hoofd. Dus dat moet ik even nazoeken. En hier heb ik ook maar een klein stukje van. Oh, wat ook nog kan. Kijk, dan doe je net of het een langer stukje is. Doe je hem daar. En laat je hem hier weer terugkomen. Normaal zou hij dat. Oh, dan moet ik dit een beetje. Dan ga ik wel naar het midden toe. Zie, nu mis je eigenlijk een stukje. Dat strookje is te kort. Zie? Maar zo kan het wel. Ja, toch? En dan doe ik daar de datum nog. Schrijven of stempelen. Oké. Okay. Ik zal het kleintje eens wat vaker hier op tafel laten staan. Of op bureau. Dan, misschien dat ik hem dan ook vaker ga gebruiken. Hij lag nu ergens weer in de kast. Ik heb hem een poosje op die andere snijmachine neergezet. Ja, toen gebruikte ik hem toch ook weer niet. En ik denk, nou ja, dan maar weer in de kast. Ja, toen kon ik hem van de week kon ik hem niet eens vinden. Ik denk, waar is die ook alweer? Even kijken, kaarten. Kuttelbuk. Fase. Oké. Okay. Het gaat nog steeds over de standsmachines, denk ik. Nou, zie, nou is dat net of dat strookje langer is. Terwijl je dit. Het is gewoon nep. Jullie worden genept. Hier ook een beetje. Ja, hier, deze zijn nog geïnkt, de randjes. Want dat vind ik dan ook wel leuk. Hè? Als je. Stel dat je dingen van tevoren uitknipt uit het boek. Om dan ook meteen lekker de randjes te distressen, dan ligt het eigenlijk allemaal klaar. Zal ik hem met een nietje vastzetten? Oh nee, roze nietjes. Doe ik niet. Nee. Ik pak een stukje tape. Met een tim nietje was dit wel leuk geweest om vast te zetten. Maar ik denk dat hij beneden ligt. Nou, oh, wel niet. Nou, even iets omdraaien. Nou, de datum moeten jullie even van het goed houden. Die ga ik hier later opstempelen, maar die weet ik zo even niet uit mijn hoofd. Ja, dat is toch wat stukken. En dan hebben we nog een fotootje. Oh, deze datum weet ik wel. Dat was 20 april, want het was mijn moederjarig. Dus toen zijn we wezen lunchen. Maar die weet ik niet meer. Dus we zitten goed in de verjaardagen in april. Even kijken, waar is mijn datumstempeltje? Die kan ik wel meteen even doen. 20. 26. Even goed kijken. Een afvalstukje papier. Hier even. Ja, kan ook passen. Nou, het wordt wel krap, hoor. Ik ga het wel proberen. Het wordt donker, jongens. Even een lampje erbij aan. Ik zie het ook niet goed meer. Even kijken. Even gokken bij die ongeveer zit. Volgens mij gaat dit helemaal mis zometeen. Nou, helemaal precies. Zien jullie dat? Ik weet niet of jullie het goed kunnen zien, hoor. Maar hij wil niet. Maar de datum staat erop. Oh, waar is de camera? Hier ergens. En hij is nog aardig gelukt. Nou, hier maar hetzelfde denk ik. Ook een ticket erbij doen, want het is heel eenvoudig. Maar ik vind het toch wel grappig. Even kijken wat ik nog meer aan vorige gedraaide spulletjes heb liggen. Love this. Ook leuk. Ik weet niet of je dat kunt blijven zien. Dat is, oh, ik kan hem aan de bovenkant misschien. Nou, dat vind ik het truttig, hè. Ik vind het wel leuk hier aan de bovenkant. Maar dan had ik weer een grotere foto willen hebben. Dus zo vind ik het niet leuk. Aan die kant. Maar dat love dit blijft dezelfde afstand houden natuurlijk. Oh, zo kan het wel. Doe ik die. Maar dan wil ik ook nog weer wat achter. Zal ik dan ook maar gewoon weer hetzelfde doen. Ook nog weer zo'n stripje.
Ja, toch? Waarom niet? Even kijken. Zijn we nou toch? Ook maar iets met nummertjes dan? Ik zal hem even laten liggen, die andere. Wat ook nog leuk zou zijn, een postzegel of zo erbij. Oh, heb ik hier ook staan. Oh, wacht, kijk. Ja, dat past niet. Van die aantekenstrookjes. Ik kwam ze eindelijk pas eens een keer tegen met Barneveld. Daar wonen we. Voor degenen die dat niet weten. En we zijn natuurlijk wezen eten. Wacht, dan gaat die weg. Dan ga ik die daar doen. Ah. Nou, dat is wel helemaal toevallig. Want hier staat Barneveld Raadhuisplein. En dat zal waarschijnlijk het postkantoor zijn geweest. En we zijn hier zitten te lunchen. Was ook in Barneveld. Ook op het Raadhuisplein. Ja, dan moet dat er gewoon bij eigenlijk. Alleen het huisnummer klopt niet. Want daar zat niet vroeger het postkantoor. Maar dat zijn details, hè? Ja, dus ga ik die erbij. Maar dat vind ik wel weer een beetje kaal hierboven. Och jongens, wat kun je het weer moeilijk doen, hè? Ik kan hem ook iets hoger plakken en dan hier nog iets onder. Nee. Ook niet leuk, ook niet leuk, ook niet leuk. Wat wel kan. Nou, maar dat vind ik eigenlijk weer zonde van die ticket. Oei, 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 oei. Dus nee, dat is ook niet leuk. Zien jullie dat ik deze stempel van de aantekenstrookjes gemaakt heb? Dit is dan wel een bredere R. Maar dat is hetzelfde. Hè? Dat is dus, die stempel komt ook van een aantekenstrookje. En dan zelf hier andere vakjes ingezet. Maar daardoor, door zulke dingetjes krijg ik dan ideeën van, oh, oké. Dat is leuk om een stempeltje van te maken. Nu zoek ik nog iets wat hieronder kan. Even zien. Dit moet dan toch zo hier komen. Misschien toch een postzegel. Even kijken hoor. Beetje groen. Kleur maakt eigenlijk niet zoveel uit. 2023. Dat is weer net te groot. Nou ja, zo rommel ik maar een beetje door. En dan probeer ik er wat leuks van. Oh, dit is misschien een leuk. Hij is wel op groen gestempeld. Maar dat maken we dan ook niet. Kijk, deze. Een stukje. Oh, station. Nou, dat kan ook nog. Wat staat hierop? Nationaal telefoon. Even kijken, meiden, heren, als er nog heren zijn. Nee, ik ga toch weer even naar de postzegels. Misschien kom ik daar nog wat leuks tegen. Eindhoven, Curaçao. Dit is een kerstzegel. Ook niet helemaal. Een beetje rood mag wel eigenlijk. Dat is ook kerst. Heb ik allemaal voor mezelf eens een keer apart gehouden, maar er zit heel veel kerst bij. En daar heb ik nu niks aan. En nummertje 10, 70. Nee, mijn moeder is. Oud is ze geworden? 77. Nou, daar heb ik vast geen postzegel van. Even kijken. 20 is het ook niet. Nou, ik weet het even niet. Wat is dit voor iets? 2017. Het jaar van de haan. Het jaar van de haan. Gewoon een gezellig bloemetje. Dat zou nog een kikker. Hoef ik ook niet. Oh, dit is nog wel grappig misschien. Kijk nog even twee tellen verder, voordat jullie het helemaal zat worden. Vogeltjes. Bloemen en planten. Ja, ik vind, oh, gewoon een rode. Dat vind ik leuk. Iets roods. Oh. Iets roods, ja. Misschien. Kijk. Toch weer dat zakje. Daar zit. Kijk, hier zit ook een beetje rood in. Rood, 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 rood. Stukje eronder laten. Zo is het eigenlijk prima. Barneveld. Je hoeft hem ook niet helemaal vol te plakken, hè? Oké, even kijken. De switch A4. Ja, die is A4 switch. Bemoei me er weer mee. Ik weet helemaal niet waar jullie het over hebben. Dan moet je natuurlijk wel kijken als je zo die dingetjes bovenop elkaar legt, dat je met de onderste begint met plakken. Dus dat is in dit geval deze. Nou, die lijm, er zit natuurlijk geen gomlaag meer achterop. Dus moet je even een beetje lijm onder doen. Ik denk dat die ongeveer hier kwam. Geen lijm op de foto. Nou, deze dan daarnaast. Oh, dat is echt wel toevallig dat daar net de naam van de straat op staat. Ietsjes omhoog. Oh, dat doe ik niet goed. Wacht, 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 wacht. Terug, eraf. Hij moet nu daarheen, anders past de foto niet, denk ik.
Help, help, help. Ja, zo kan het net. Nog een heel klein stukje. Ik hoop dat hij nog plakt. Anders moet ik er even wat lijm bij doen. Ik ga steeds zachter praten. Misschien is dat het ook wel. Oh, de switch, Jona? Nee hoor, ideaal. Hij is niet snel, maar ik vind het prima. Ik vind het vooral fijn dat je niet heel dat knopje ingedrukt hoeft te houden. En je kan gewoon weer iets anders doen. Het mooiste zou nog zijn als die automatisch zou stoppen aan het eind. Maar hij blijft doorrammelen, zeg maar. Oké, klein fotootje. Zo'n klein tandendingetje. Ik mis nog iets hoor, even kijken. Je moet ook weer niet te veel doen, hè. Ik weet niet hoeveel laagjes doen. Misschien toch wel. Ik scheur deze ook even door midden. Oh, reclame. YouTube is weer blij met jullie, denk ik. Oh, dat is niet handig, want dan gaat hij over die postzegel heen. Maar goed, het is ook maar een klein rood accentje wat daaronder zit. Ik denk toch dat ik dat ga doen, zo. Ietsjes meer hierheen. Dan heb je toch het idee dat het een beetje terugkomt vanaf het andere kaartje ook. Zo. Oh jongens, het is al 9 uur. Nou, dan maak ik dit kaartje nog eventjes af en dan zit het er alweer op voor vandaag. Tijd gaat zo snel dan, hè? Even zien, die nog hier. Dat ga ik toch doen. You're welcome, Sammy. Sammy, sorry. Sammy. Hier zie ik best nog wel wat van die rode postzegel. En dan doe ik hier weer een stukje tape achterop. Even kijken, van het eten. En het fotootje tenslotte. Dus je kan het natuurlijk zo gek maken als je wil. Hè? Nog meer dingetjes erbij, maar dan is het kaartje helemaal vol. Maar ik laat hem lekker zo. Ik ga de boel een beetje opruimen hier. En dan ga ik proberen of ik hem morgen af kan maken. Morgenochtend, denk ik. Oh nee, ik moet naar de kapper. Hey. Dus morgenochtend ga ik hem niet afmaken. Dan wordt het morgenmiddag, denk ik. Maar we zien het wel. Als ik het klaar heb, dan zal ik het nog eventjes posten allemaal. Oké? Nou, superleuk dat jullie weer meegekeken hebben vanavond. En ik hoop jullie maandag weer te zien, denk ik, op het Elisabeth Craft Designs kanaal. En, oh ja, gaatje spul erachter. Kijk, dat kan ook nog. Nou, het ligt hier klaar. Ga ik later doen. Kan er nog best bij, ergens. Een frummeltje. Hè? En ik hoop jullie gauw weer te zien. Oké? Groetjes en een fijne avond allemaal. Doei doei!